Prettig gestoord, dat moeten we allemaal een beetje zijn in het leven. En de een is het nog meer dan de ander. En soms heb je dan ook de extremen. En zo hebben we hier een fantastisch extreem duo. En dat zijn Mike en Steve van Hits on Tour. Dat is dat. Dag jonge heren. Dag, dag Frederik. Hallo. Altijd die smile op het gezicht. Ja, of, ja. We zijn gelukkige mensen. Hè. Ah ja, wel, maar dat is fijn. We moeten altijd blijven lachen, zou ik zeggen. In de koude tijden zorgen jullie voor plezier. Ja, absoluut. We proberen de mensen te verwarmen. Alsjeblieft, dat is geen wat wij doen eigenlijk. Ja. Hoe komt het toch dat bepaalde artiesten, ja oké, die brengen sfeer in de zaal, maar als jullie optreden, dat is meer dan sfeer. Hè? Dan moet het dak eraf. Hoe komt dat? Ja, ik weet dat eigenlijk niet. Dat is een soort magie dat dit Santour uitstraalt. Ook, soms zag ik ook wel versteld hoe dat ik een zaal dat tot dus eigenlijk volledig uitgeblust is, dan zeg ik, hoe gaan we dat nu weer opkrikken? Dus, en dan komen wij op en na 2-3 nummers is dat echt wel los meestal. Ik denk dat zelf geen 2 nummers duurt. Nee, dus... Maar ik denk dat het ook een beetje in de show zit. Wat wij proberen te doen is een beetje anders dan al de rest doet. Hè. Iedereen heeft zijn fans en werkt goed en brengt sfeer en ambiance. Maar wat wij proberen te doen is altijd, we zoeken zo altijd hetgene wat dat zojuist dat ietsje meer is. Hè. Ja. We doen een bom ontploffen, we steken ons gitaar in brand. We zingen een theeliedje achter het ander dat totaal niet klopt. Ja. Ja, mensen gaan van slager naar disco, naar rock, naar hard rock en terug. Mm-hmm. Ik denk dat die combinatie is, plus de chemie die wij tussen ons twee hebben, stemmatig en showmatig. We zijn ook twee totaal verschillende mensen. Hij is echt een entertainer. Dat is echt iemand die ik zeg altijd zo, als Mike Dreamer op het podium komt, dan beginnen de mensen te applaudisseren. Als ik op het podium kom, ik moet eerst zingen voordat de mensen applaudisseren. Dus, voelt je dat verschil? Ja, ik ben meer de showman, zo, maar hij is echt een entertainer. Ja. Hij is echt een trekker. En je hebt altijd een locomotief nodig met een wagen aan. Dus. Ja. Ja. Allee, dat is een beetje, ik denk dat die chemie werkt op een of andere manier. Ja. En wij stralen dat af. Mensen vinden ons gek. Ja, en daar hebben we ook al, soms al is dat dan eens van zeggen, we komen er niet wat over. Als we voelen dat die pakte gewoon van het podium, ik zag gewoon met op een tafel. Ze moeten precies wel... Zijn er mij gezien? Dat zag ik wel. Met zo'n kostuums kunnen ze niet naast jullie kijken. Hè? Dat is ook iets specifiek van jullie. Hè? Die kostuumwissels. Inderdaad. We zoeken altijd een beetje matching. De interactie tussen het publiek is wel heel belangrijk voor mij. Dus soms hebben we... Onlangs waren wij... Waar was ze? Dat was nogthans een groot, maar dat was aan het regenen. En Luc Steenhoff stond achter ons. Internat. Dus het was aan het regelen, dus die mensen stonden allemaal in tentjes. En dat plein was leeg. Ja, ja. Dus waar heb ik op een gegeven moment... Ik ben gewoon van het podium gegaan, in de regen gaan staan voor die tentjes. Ja. Dus waardoor dat ik dan die interactie met dat publiek had. En om een duur in die kleine tentjes, met die micro. Dus die mensen vonden dat natuurlijk fantastisch. Ze zaten in de kou. Ze zaten allemaal op één gepakt in die kleine tentjes rond het festival, zou ik zeggen. En ik denk op die moment, die interactie, dat heel veel doet. Om je publiek mensen die zingen boven het publiek en dan heb je mensen die zingen. Wij gaan meestal, en hij begint altijd, maar hij trekt me daarin mee, want ik hou een beetje de regie van die show. Hè, en ik zit ook soms met de gitaar enzovoort. Dus maar hij trekt mij mee en dat publiek in om te zeggen van kijk, we gaan gewoon on-site, dicht bij de mensen. Ja, mensen moeten gevoelen dat we dicht bij hun staan. Wij zijn geen vedetten, wij zijn artiesten. Ja. Dat is iets helemaal anders. Hè. Je hebt de vedetten, die mensen die hebben een podium en die hebben een bepaalde uitstraling en die houden dat zo in stand. Mm-hmm. Wij zijn artiesten, wij gaan gewoon de zaal in, wij gaan gewoon op de schoot zitten. Hoort dat ook eigenlijk? Hè? Ja, het hoort zo, maar het andere is ook belangrijk. Ja. Ik vind een vedette, mensen met een vedettenstatus enzovoort, die doen dat wel ook en zo, maar die doen dat minder dan wij dat doen. Ja. Bij ons is dat als wij voelen dat het niet gaat, of als hij voelt dat hij zegt van ja, dat wordt hier trekken en sleuren, zeker als mensen goed gegeten hebben, in VIP's en zo, dan is dat altijd een hele uitdaging. En dan zegt hij van, contact op, turbo, snak, weg. En er tussen. Gedaan met regie. Een ongeleid projectiel wordt hij. Absoluut. Ja, we hebben het vorige week nog meegemaakt in Maasijk. Een vervanging dan nog. Iedereen was er dan voor iemand anders. Iedereen was voor een Nederlandse artiest. Dus, ook nog. Die beginnen zijn. What the fuck, wat gebeurt hier? Was mij te zien binnen. Zo even zo. van en wij dat was dat wel, ja, wij waren, ja,
zo echt van, come on, ga mee, hè. Laat niet bang zijn. Want er waren ook bedrijven die dan ook op de laatste naam werkavond hadden en zo. En dan op een duur stond ik er op die stoelen en tegen het laatste was iedereen mee aan het dansen en aan het zingen. Terwijl dan we toch 20 minuten nodig hadden om... Ja, om de boel te trekken. Come on. Maar de andere artiest was op het einde wel al snel vergeten dan. Ja, want de fans zeiden zelf, we waren blij dat jij in de plaats kwam. We gaan de naam niet noemen. Ja. We waren blij dat jullie in de plaats waren. Erwin of zoiets van Nederland. Ja, van Nederlands. Ja, speelt erop. Maar we hadden het ook over jullie kostuums. Dat is ook iets heel typisch aan Hits on Tour. Die opvallende kostuums, die vele kostuumwissels tijdens het optreden. Ja, ook. Dat is iets wat we in het begin gekozen hebben ook. Hè. We zijn daar, dat hebben we een beetje, denk alle twee, een beetje van Eddie Wally zo. Ja. We hebben alle twee tamelijk dicht bij Eddie Wally gestaan, op een of andere manier. Elks apart. Ja. En dat hebben we altijd gezien ook. Die had dat ook zo, die kostuums. En als wij in het begin begonnen zijn, hebben we gezegd van... Ja, ik verkleer mij ook graag en ik ben een bedrijfsleider, dus ik kan dat in het dagelijkse leven niet. Dus hij zit ook in een groot bedrijf, dus we dachten zo van, als we dan iets doen, dan mogen we ons toch op zijn minst verkleden. Dat is eigenlijk ook een beetje het uithangbord van It's on Tour. We blijven niet in je kostuum, we willen echt wel de mensen iets laten zien, echt nog een beetje show. De mengeling tussen het old school en het nieuwe. Ja. En dat mis ik ook wel bij heel veel artiesten komen toe in de cheesebroek en dingen en daar gaan ze dan mee optreden. Dus die glamour is een beetje weg. En wij proberen toch wel die glamour van de jaren 70, 80, 90 toch wel in onze show te brengen. Ja. De disco-dinges, de rock, hè, daar zetten we soms een pruik op of hebben we wel die gitaar. Ja. En dat missen we wel. Dat mis ik ook wel veel bij veel optredens, dat er toch dat showgedeelte ontbreekt. Wel, omdat je het daar nu over hebt, die lichtgevende gitaar, het showgedeelte. Jullie gaan nu eerst een nummer brengen en ik denk dat die lichtgevende gitaar voorzien is. Hè? Ik heb ze meegebracht. Je hebt ze meegebracht. Laten we eens kijken en alle remmen los. Oké, dank je wel. Ja. Meisje, ik ben een zeeman. Een zeeman. Is heel vaak van huis. Meisje, ik ben een zeeman. Het water, het schip is mijn thuis. Meisje, ik ben een zeeman. Kun je wel wachten? Een zo lange tijd. Ik ga je voor heel lang verlaten. Veel geluk, het ga je goed, mijn lieve meid. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van bakboord naar stuurboord, bakboord naar stuurboord. Voor naar achter, van links naar rechts. Van bakboord naar stuurboord, van links naar rechts. Van bakboord naar stuurboord, van links naar rechts. Ja. Oké, nu gaan we allemaal zingen. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Heb je omhoog? Ja, la, la. En de handen omhoog. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hurry up, she rises. Hurry up, she rises. Hurry up, she rises. Early in the morning.
Put him in a locko till he's sober. Put him in a locko till he's sober. Put him in a locko till he's sober. Hurrah in the morning. Hurray up, she rises. Hurray up, she rises. Hurray up, she rises. Hurrah in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hurray, and up she rises. Hurray, and up she rises. Hurray, and up she rises. Early in the morning. Put him in a locko till he's sober. Put him in a locko till he's sober. Put him in a locko till he's sober. Early in the morning. Hurray up, she rises, hurray up, she rises, hurray up, she rises, her lie is the morning. Ja, wat was dat in onze studio van Cultuurkanaal? De heren hebben zich intussen terug omgekleed. Ja. Mike en Steve van Hits on Tour zitten nog bij ons in de zetel te blinken. Ja, ja. Absoluut. Ja, als je dit ziet, ja, dan begrijpen de mensen natuurlijk dat er ambiance is. Hè. Want jullie worden omschreven als een tornado van glimmer en glitter. Ja. Glimmer en glitter. Ja, glimmer. Whatever. Ja, omgekeerd. Ja, ja. Maakt allemaal niet uit. Ik ben nog een beetje in aangename shock van het optreden. Ja, ja, ja. Ja, en je moet dan zien, als we dit is nu een amazing medley, omdat we het een beetje ook uit de televisie, er zijn alle leeftijden een beetje kijk. Maar wij komen eigenlijk op een gegeven moment, op een show komt daar AC/DC, Black Pearl in... Ja, Black Betty. Jam, Black Betty in. Bruno Mars. Ja, Bruno Mars. En dan krijg je... Tomorrowland. Ja, ja. Alles komt erbij. Het is waar, ik ben getuige, ik kan het bevestigen. Dingen gaan we op een gegeven moment naar Depeche Mode en noem maar op, komt daarin. Alles ja. komt daarin. En dan wordt dat heel, heel heftig, hè. Want Gala Feet from Desire. Ja. Maar niet enkel muzikaal, ook visueel brengen jullie in voor de show. Vuurwerk. Dat is wat we graag hebben. Lasershow. Dat is wat we willen eigenlijk. Ik ga het in de termen uitdrukken van Gene Simmons van Kiss. We willen eigenlijk de show brengen die we graag zelf willen zien. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje mooi. Hetzelfde motto wat wij hebben. Ja, als we naar shows gaan kijken ook, en dan is dat meestal grote shows, dan zijn dat heel visuele shows. Ja, dat moet entertainment zijn. Maar zo'n lichtgevende gitaar, hoe vind je dat? Well, dat is niet zo moeilijk, maar wij pimpen ook veel. Hè. Dus je hebt die lichtgevende gitaar aan basis en dan wordt die gepimpt met nog ledstrips erbij. Ik heb de gitaar van ZZ Top, helemaal in de pels. Hè, want het onderste van mijn statief is pels. Dat was zo een stuk show. We hebben dan die lange pelse frakken. Hè, pelse jassen ook. Frakken. Ja, wat we verstaan. De lange pelse jassen. Allee, we zoeken altijd zo die combines, dat de mensen, allee, dat een beetje, hey, als ik een ZZ Top doe, dan heb ik de baard aan, dan heb ik de hoed op. Dat is grappig. Als men een prins doen, heeft die krolletjes. Ja. Weet je, we willen altijd een beetje de mensen meepakken in het verhaal. Dat lukt. Hè. Ja. Zeg, jullie zijn de ideale schoonzonen. Hè? Elk zijn type. Niet durven ze. Ik weet niet. Maar er is al een bepaalde leeftijd op papier. Ja, zeker. Op papier, ja. We zijn samen meer dan 100 jaar. Kijk eens aan. Ja, ik durf het nog niet zeggen, maar de 21 en de andere is... Nee. Ik word er dit jaar 59. Vraag ze 62. Ik ben vorige week voor de vijfde keer opa geworden. Maar kijk eens aan. Ja. Maar dat opa worden is niks, maar met oma gaan slapen. Ja, dat valt ook nog. Ja. Allee, als het over slapen gaat. Hè. Maar wat ik wou vragen, op die gezegende leeftijden met alles, hoe onderhouden jullie de conditie? Want jullie springen op en af het podium, jullie gaan van links naar rechts, dat kan niet iedereen. En met suipen en eten. Ja. Ik eten en drinken en fietsen. Ja? Nee, ik in april woog ik 102 kilo, ik ben toen van het podium gekomen. En ik zeg, dit is niet oké. Okay. Nee. En dan ben ik beginnen lopen. En dan had ik toevallig nog een gebroken knie ook nog door het lopen. En dan ben ik beginnen fietsen. En nu fiets ik alle dagen, ofwel virtueel, ofwel... Ja. De Gerry Hegger deed dat trouwens ook, wat je beginnen doen met fietsen dingen. En dat is beginnen vermageren. Nu ben ik 24 kilo kwijt. Maar dat is wel raar. Ook al toen ik zwaarder was, die fysiek heb ik altijd wel wat gehad. Ja. Van op tafel te springen. Maar wij kunnen goed doseren, hè.
Ja. Het lijkt altijd dat wij alle twee heel hard in gang zijn, maar in die show wisselen wij... En compenseren. Ja, wij compenseren enorm veel. We hebben dat ook als er een van ons twee ziek is, hè, want wij hebben nog nooit een show afgezegd, ziekte, ene keer omdat ik in het ziekenhuis lag, dus dat dan kon het niet anders. Nee. Maar wij hebben al met griep in Nederland in discotheken gestaan. Pillen gepakt tegen Sternop en herverdelen we een beetje de taken. Ja. Ik heb Camping Kitsch gedaan onder de tramadol. Is het echt? Onder tramadol. Hè. Mm-hmm. Dus, maar ik had die knie was gebroken. Ze wisten het toen nog niet. Just. Een gebroken knie. Dus dat ik het zelf nu wist, ik had geen brees of niks aan. Ja. Ze hadden gezegd, ze meniscus, maar het was niet waar. Het was een gebroken knie. Ja. Maar je zit er nog bij. Hè. Maar ja, ik loop terug 20 kilo. Maar toen ook, ik ben blijven... Ik hangde dan wel heel veel op mijn micro, maar toch bleef ik in beweging. Ik sprong gewoon op PMBN verder. Zeg, mensen moeten ook niet denken dat jullie enkel op bestaande muziek wat staan comedie te brengen. Jij speelt zelf de muziek in ook. Wij hebben de basistracks die wij dan aankopen en dan wordt er bijgezet. Want meestal, een nummer bij ons duurt ongeveer max een minuut, een half, twee minuten. Ja. Wij willen nooit het nummer helemaal, omdat dat te lang duurt. Hè. Sommige zijn in medleyvormen en dan worden die geknipt en dan wordt er meestal baslijn bijgezet of gitaar bij ingespeeld of een solo. Of een stukje piano. Ja. En dan, dat doe ik in mijn studio meestal. Ja. En wij gaan ook niet akkoord, want als we dan in een studio zitten, en het is heel raar, soms vinden die de sound niet. Mm-hmm. Die vinden de sound niet, en dan moet alles naar mij komen, er wordt alles geladen in een programma bij mij, en dan begin ik zelf die sounds te zoeken. Ja. Dus eigenlijk als je Paloma Blanca ook, toen dat we het resultaat uit de studio was ik echt niet tevreden. Ik zeg van kom, nog meer. Ik heb dan dingen en dan, dat zingen, maar dat is die kleur en die dingen, er wordt allemaal over. Ook ons optreden, er wordt echt over een eigen hits on tour laagje. Ja, dat is een beetje zoals de Reggie zegt, het Reggie sausje. We hebben het iets on tour sausje. Hits on tour. Nee. Lekker sausje. Als wij in een studio gaan, dus meestal wordt er dan ook nog een eigen tint thuis aangegeven. Met programma's gelijk naar Logic en zo, allemaal in zijn programma's. En dan wordt alles nog eens apart gefilterd en dan probeer ik daar nog iets meer echo, iets meer dit, meer dat. Zeer fascinerend, hè? Ja, ja. En zo komen we een beetje aan het einde van het gesprek, want waarmee we willen eindigen in schoonheid is een videoclip die jullie hebben opgenomen. Ja. Dat is ook een bijzonder verhaal, hè? Ja, dat was, alles ging mis. Wij hadden eerst het nummer Voulez-vous van ABBA, hè, en dan hadden we dat vertaald in kom erbij, we gaan samen zingen, op muziek staan swingen, en zoiets wat verder. We hadden dat gemaakt. Oké, dat klonk een band echt fantastisch. Zelf ook al in een band gewerkt. Met ijder stuk Tomorrowland toestand erin gebracht. Oh, dat ging het worden. Hè. Dat ging het worden. Backingzangeres, de beste backingzangeres ingehuurd van Nederland. Marlies Konings heeft het gedaan. Bij de toppers gedaan. René Vroeger gedaan. Overal alle grote dingen in zingen. En dat was zo knap. Maar vanaf het moment dat ons stemmen erin kwamen, matchte niet. Ging het niet meer? Dat ging niet. Zijn stem matchte niet meer met mij, ik matchte niet meer met dat. Uren onbezig geweest, uren over gediscuteerd. Tot op een moment zeg ik, nee, we gaan het Dat is dan doen. Een drastische beslissing die je moet nemen? Dit gaan we niet doen. Alles lag vast. Hè? En alles lag vast, de videoclip lag vast, studio lag vast. Dus promotie alles was geboekt, alles promotie lag... We hadden nog drie weken tijd om... Dat betekent dat kwaliteit wel primeert bij Ja. We hadden drie weken tijd. En dan heb ik gezegd van, laten we het eigenlijk toch niet zo ver zoeken. Laten we iets doen wat we in de show doen. En in de medley van ons zit Paloma Blanca. En ik had dan een hele mooie band. Ik kom niet naar de auto, we gaan maar eens proberen. Oh, het is niet in de zakken. Ik moet dat niet eerst verwerken. Ik moet dat niet eerst allemaal verwerken. Hier in mijn kop. Ik zei, kom. Allee, lusten we dat. En dan zijn we dat gewoon doen. En ja, dat was van het eerste moment. Dat klonk als een bel. Dat was het. Ja. Dan de videoclip. Goed, kwam eraan. Dat is allemaal die dingen. Ik had dan juist onkel Jeff gebeld. Ik zei, dat gewoon niet, want ik moet nog wat dingen doen. Dan zei ik, we moeten toch iets speciaals hebben. En ik had Johan en een Halverman gezien. En dat was daar knudden met dat fluitje. Zo. Ja. En dan dat begint ook zo, tut. Ik zeg, god de dikke. Ik zeg, die een dwerg van dingen, van de Krimi-clowns. Ik ben er echt een fan van. Ik vond die ook in de ronde geweldig. Zou die dat willen doen? Hij zei, dat moet ik niet doen. En we schreven hem aan en we kregen een ja. Hè.
Hij had hem geschreven en dan mocht ik hem bellen. En dan hebben we even gesproken. Ja. En hij gezegd, ja, hoe ziet het eruit? En hebben we het verteld, hoe we de clip zagen. En hij vond dat fantastisch. Ja. Hij vond dat, hij mocht daar ook een stukje in acteren. En dan, dat vond hem plezant dat het een verhaal was. Ja, dat was een verhaaltje. Dat was een beetje een magisch verhaal zo, waar hij een rol in speelt. Dus hij speelt mij in kleinere versie. En Steve Tillis zit daar ook in en hij verandert dan mij. Je zal het in de videoclip wel zien wat er gebeurt. Ja, maar het is een beetje zo magisch verhaal. Het is niet praatje plaatje, het is gewoon een liedje dat de verhaaltje ondersteunt. Dus van magie en alles. En dat is wel, we hebben daar ook veel hulp gehad van CameraWorks. Tom van CameraWorks die heeft ons enorm goed geregisseerd ook. En dan ook de nodige dingen aangebracht qua beeld en wat hebben we nodig, hoe moet het eruit zien. Dus we zijn daarin uiteindelijk toch goed ondersteund en we hebben daar werk van gemaakt, wat scenario zelf geschreven, wij twee. En Cathy van de tandarts van Niel, die ons goed geholpen. Die heeft dan voor de sponsoring gezorgd. Dus, nee, mogen we niet zeggen, een sponsor, dat is een tandist. Nee, maar allemaal aan een tandist. Nee, maar zij heeft wel gezorgd voor mensen. Ja, ze heeft wel gezorgd. De juiste mensen op de juiste plaats. Maar je hebt mij en ongetwijfeld de kijkers nu enorm nieuwsgierig gemaakt. Ja. Mag ik jullie bedanken voor de superleuke babbel. Jullie bedankt. En u ook. En leuk van u nog eens te zien. Ja. Ik hoop u nog eens te zien. Zeer graag. Zeer bedankt graag. In ieder geval voor alles. Ja, jullie zijn immer sympathiek. U hoort en u ziet het, dames en heren. En ik denk dat jullie ongetwijfeld ook zeer benieuwd zijn, net zoals ik, naar die videoclip van Hits on Tour met Steve en Mike. Mag ik jullie intussen bedanken om bij ons te zijn en graag tot een volgende keer. Shines on the mountain and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the newborn hay, I can hear God's voices calling for my golden skylight way. Paloma Blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away. Once I had my share of losing, for they locked me on a chain. Yes, they try to break my power. Oh, I still can feel the pain. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. When the sun shines on the mountains and the night is silver, it's a new day, it's a new day, and the fly up to the sun. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. No one can take